Lekker! Gasten, welkom bij Team Lief. Ik ben de Lietenel, oftewel Jeff. En vandaag gaan we even lekker varen. Ik had zoiets van, weet je wat, ik ga het gewoon even opnemen. Want er is heel veel naar gevraagd ook. Jeff, kan je het dus opnemen? Nou, er is heel veel, het is best redelijk mooi weer. Dus ik had meteen zoiets van, nou, weet je wat, we gaan het gewoon meteen eventjes opnemen. Fleet, je gamet zelf ook, hè? Ja. Ja, en wat doe je dan? Call of Duty. Kut game, hè, dat weet je, hè? Maakt niet uit. Vet lekker en alles, heb je er geen last van? Af en toe. Ja, maar dan komt het dat je nog knaken of tikken internet hebt, hè? Ja. Ah, speel via wifi. Ja, vind je dat gek? Dan heb je nooit lek, want je bent nooit host. Oké. Okay. Hey, vertel eens wat over je motor. Wat is een 60 pk? Mercury. Wat gaat die? Met z'n 82. Ja, we hadden het op het GPS gemeten, gingen we 72. Dus dat lijkt me stiller dan 182 ging. Maar in het begin gingen we 82, maar die andere schroef. Knappe spullen. Toen hadden we nog knappe spullen. Ik zal zeggen, jongens, ik zie jullie zo direct weer later. Ja, wat je nu ziet, dat is dan de welbekende vuilverbranding van Alkmaar. Dat is dus naast het AZ-stadion. Dit is het Alkmaar-de-Meer, deze kant. Ik ga gewoon even een rondje draaien. Ik liep een beetje te kloot met mijn camera om te testen. Nou, dat is kromme niet dan dit. En dit is eigenlijk het Alkmaar... De rollen. Dit is eigenlijk de scheiding waar we op staan. Dit is de Maneba. Iedereen kent het wel. Tenminste, een hoop mensen kennen het wel. Maneba met de grote ronde silo's. Dit is de toren van Wormer. Dus je hebt echt onwijs veel uitzicht. Krommenie dijk dan een heel stuk. En dan heb je... Kijk, daar is gewoon ik. En als je dan eventjes inzoomt. Dat is ook wel heel bekend. En hier liep ik ook te kloten. Je hoort het Ruben ook zeggen. Kijk, of mij ook zeggen. Dat is de toren van de Vorbo. Dat is wel heel erg bekend. Heel veel mensen kennen het. Kijk, als je goed ziet boven die bomen, zie je nog zo'n ring zitten ervan. Het is voor mensen die wel eens in de buurt komen of wat dan ook, is het eigenlijk wel vrij herkenbaar, hè, dit soort dingen. Ook Alkmaar natuurlijk. En natuurlijk ook Maneba. Dat is natuurlijk wel vroeger heette dat we Saan en Mail. Ja, hier gingen we even de Zoom-optie testen. Je hoort mij ook zeggen straks. Dat het gewoon niet stil te houden is, dat het gewoon op een statief moet. Maar dit is dan een beetje, het uitzicht. Dit is de Krommenier. Als je daar al hebben we die, daar in de buurt hebben we dan het vliegveld, hè, waar wij vliegen. Dus ja, je hebt eigenlijk best wel veel zicht. En dit was eigenlijk gewoon een beetje om te kloten, een beetje kijken en kutten met de camera. En eigenlijk van een rondje draaien nog. Rondje draaien. Dus, dit is een beetje dan het Alkmaar-de-Meer. Dit is een eilandje wat je ook hier ziet. Daarachter heb je nog twee eilanden. Dus dat Pannenkoeken-eiland en het ZZV-eiland. Daar verderop, hier al rechtdoor, heb je een haventje nog zitten. Dus ja, het is een beetje centrum eigenlijk. En hier kom ik echt al vanaf de 13 of zo. Het werd hem kwijt. Jawel, doe even dan. Ja, en hier hadden we weer eens ruzie, want ik had gezegd tegen hem, vertel jij even wat we gaan doen. Nou, dat dorst hij niet aan voor die camera, dus hij ging net eens doen of hij heel druk was met dat touw en alles. Ik had op een gegeven moment zoiets van, what the fuck, welk touw moet ik nou doen? Want, wat gaat er nou gebeuren? We gaan duo kneeboarden. Dit heet kneeboarden, je zit gewoon met je knie op een plank. Er zitten ook van die inkepingen in je plank dan. Daar zit je in met je knieën. Er overheen gaat een dikke brede band eigenlijk. Dat zit een klittenband vast aan je knieën. Zo direct zie je die jongen rechts. De camera rechts dan. Dus voor jullie kijkers is het rechts. Die heeft een wat nieuwer bord. En het is ook wat makkelijker. Want die bar, die beugel wat je vasthoudt. Die doe je gewoon in een beugeltje eigenlijk. En dan hoef je hem niet vast te houden. Ik moet het dan wel doen, omdat het wat ouder is. Maar goed, het gaat op zich nog wel vrij aardig. Dus dit is duo kneeboarden. Yeah.
Ja, en het beeld is ook niet altijd helemaal zuiver, helemaal top. Ja, een vrouwtje, dat meisje, dat heb gefilmd, die vrouw zeg maar, vrouwmeisje, die had gefilmd. En ja, en af en toe heb je of de lucht of even het water, maar ja, het maakt de pret niet zoveel uit natuurlijk. Het maakt de pret niet, nou ja, klinkt ook niet helemaal lekker. Maar goed, duo, gewoon met z'n tweetjes achter die boot en het is natuurlijk super vet om dat te doen. En ja, het is gewoon echt leuk en ondertussen, ja, dan moet je elkaar een beetje, ja, gewoon een beetje nat maken, splashen noemen we dat. Hier glijdt dat bord onder mijn reet vandaan en ja, je legt meteen op je rug in het water. Wat hij nou wel slim doet, is dat hij ook loslaat, want ja, je moet altijd gelijktijdig moet je starten naast elkaar. Ja, het valt je ook meteen op. Wat ik hier gebruik is, kijk, ik ben nog steeds bezig ook met die band en hij zit er al lang al op. Maar wat je hier ook ziet, hij heeft geen zwemvest aan. Dat heb ik wel. Waarvoor heb ik dat nou eigenlijk? Mocht in een keer hard te val komen of weet ik van wat, dan blijf je in ieder geval drijven. Het is ook makkelijk als je op een gegeven moment kramp in je poten krijgt, want dat krijg ik ook nog wel eens. Dat je dan even op je rug gewoon kan leggen en dan leg je je voeten leg je op het bord, zodat je dan even wat, ja, kan uitrusten ook, weet je. Maar dit sloopt je echt. Hier word je echt back en back af van. Er zit ook heel veel, heel veel energie gaat erin zitten om eigenlijk erop te komen op het bord. Dat is wel heel erg lastig. En ja, met zo'n zwemvest aan, weet je, normaal gesproken heb ik ook nog een wetsuit aan, want nu ook. Waarom geleden ook net dan die plank onder mijn reet vandaan? Dat kwam eigenlijk gewoon omdat ik een korte broek aan heb. Dan komt het water in je broekspijp en dan, ja, word je eigenlijk van dat bord afgetrokken. Hier maakt Ruben ook, Vliekje dan, die maakt dan ook eventjes gebaren naar ons, dat hij de bocht nemen, dat soort dingen, zodat we er rekening mee kunnen houden. Natuurlijk kunnen wij zelf ook nog wel sturen en zo, maar dat is gewoon even voor ons, weet je wel. Ook duimpje omhoog, dat is dan om harder te gaan. Duimpje naar beneden is zachter. En een gebaar maken, dat zal je ook, zodat ik nog wel in een video zien. Een gebaar maken zo van dat je strot doorhaalt, weet je wel. Van vroeger deed dat van, ik maak je dood. En dan deed je zo met je hand zo langs je keel. Nou, dat doe je dan. Dan weet hij gewoon dat je back af bent, dat je wil nokken. Dan vaart hij ook langs de steiger eigenlijk en dan laat je je dan los. Hier laat ik me los omdat hij viel. Dat is natuurlijk gewoon een stuk handiger. Kijk hem eens lekker. Ik ging jou op een zon springen, joh. Maar ja, goed, je hoort het ook, de motor ook, aan de toeren van de motor, als hij gas gaat geven, je hoort niks. Daarom gebruiken we dan ook die gebaren. Net konden we nog redelijk praten met elkaar, hè, en dan vaar je heel rustig en zo. Je geeft ook even een seintje als je klaar bent. Meestal doe je gewoon even het oké sein, het beruchte oké. Of je doet gewoon je duim omhoog dat je er klaar voor bent. Of je schreeuwt gewoon even. Nou, dan weet hij gewoon, als je gewoon wat schreeuwt van het is goed, dat niet de touw om je heen zit. Degene die ook op het bord zit, die checkt ook altijd de lijn. Die moet de lijn checken. Of je niet om je pols zit, om je been zit, om je nek heen. Vaak zie je ook gewoon, ja, nu zie je het niet, maar als je, nou vaart hij tussen ons door. Maar normaal gesproken vaart hij om je heen, dan komt de touw ook naar je toe. Daarna pak je de touw en die hou je ook omhoog. Zodat degene die vaart, kan zien ook dat de touw niet om je heen zit of wat dan ook. Je hebt het ook wel eens gelezen in de krant en zo, dat het gewoon het touw doen ze om hun pols heen en dan gaan ze op een luchtbed leggen. Daarna pakken ze een boot en dan gaan ze wegvaren. Nou, geloof me, je arm wordt er gewoon afgerukt, weet je. Als het is, je kan niet loslaten. Als je onder water trekt en je zit met je kop in de bagger, dan blijft die gewoon doorgaan. Op een gegeven moment stopt die boot wel natuurlijk. Maar dan heb je meestal al weer de laatste adem uitgeblazen. Het is wel een beetje tricky allemaal. Maar als je gewoon weet waar je mee bezig bent,
Als je gewoon met elkaar ook hele goede afspraken hebt gemaakt, dan kan er eigenlijk bijna gebeuren. Ik heb ook met deze jongen, ik noem gewoon even niet zijn naam hoor, maar met die jongen die rechts hier al, sprong. Die heb ik ook gewoon afgesproken. Ik ga pas over die hekgolf heen als jij allemaal goed weg bent aan de andere kant. Niet dat diegene dan in die hekgolf zit. De hekgolf is eigenlijk de golf van het midden. Dat is de golf van de midden van de achterkant van de boot, zeg maar. Dus die witte strook die je er ziet. Wat hoor je? Ah, Jeff is zo blij, hè? Ja, hij is zo blij voor die mooie weer. Mooi. Morgen moet ik gewoon werken. Oh, vandaag moet ik gewoon. Vandaag heb ik gewerkt, laat ik het zo zeggen. Ja, dit is maandag opgenomen. Dinsdag moet ik werken. We beginnen eerst de ochtenddienst. Ik ben wel een beetje baalip. Maar ja, goed. We hebben in ieder geval van het mooie weer kunnen genieten een paar dagen. Dus daar ben ik al super, super blij mee. Wat hier gebeurt, als je hier ook oplet. Ik steek mijn duim omhoog. Ja, jullie zien dat niet, maar ik steek mijn duim omhoog en hij weet het ook gewoon. Bap, varen. Meteen het gas volop erop en daarna gooi je het gas iets terug. Hier zie je het mooi. In het midden heb je hier al, en achter de motor heb je die witte strook. Dat is eigenlijk je hekgolf waar ik het net over had dan. En zodra dan eigenlijk het gas open gaat, dan moet je de motor iets omhoog trimmen. Dat de punt een klein beetje omhoog komt. En dan vaart hij gewoon het beste, gewoon het zuinigste ook. Want dit, we hebben nu geloof ik 4 tientjes aan de kuttelefoon. We hebben voor 4 tientjes alweer weggevaren eigenlijk. Ja, we hebben niet alles gefilmd, ik gebruik niet al beeldmateriaal. Maar goed, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Hebben jullie dit ook weer eens een keer gezien? Bij deze, vergeet natuurlijk niet even een duimpje omhoog te doen als je nog geen abonnee bent. Word alsjeblieft abonnee, het is helemaal gratis. En ja, dan kun je ook nog genieten van mijn gameplays de aankomende tijd weer. Van de week ga ik ook opnemen voor Trails Evolution. Ga ik ook opnemen met Paul. En Battlefield met ome Henk komt er ook weer aan. Dat is ook weer een fun video. Dat is alleen voor de kijkers die humor hebben eigenlijk. Als je dat niet hebt, mag je ook niet kijken. Dus ja, dat komt er gewoon weer allemaal aan. Dan komt vrijdag komt er ook wel weer een trailer, denk ik zo. Dus ik zou zeggen, hou gewoon het kanaal in de gaten. Ik zou zeggen, jongens, bedankt voor het kijken. Geniet nog even van het beeldje. En zo direct hebben we nog een klein bloepertje. En dat is dan aan het einde van deze video. Ik zou zeggen, jongens, bedankt nogmaals. En vergeet het duimpje niet. Deel het met je maatjes. En tot later. Ciao. Deel 2.
Yo gasten, welkom bij Team Dief. Ik ben de Lietenel, oftewel Jeff. En hier naast me zit mijn beste maatje, dat is Vlietje. Ja, we gaan vandaag even lekker varen. Yo gasten, welkom bij Team Dief. Ik ben de Lietenel, oftewel Jeff. En vandaag gaan we even lekker varen. Ik had zoiets, dan weet je wat, ik ga...